Lieve luisteraar, even opletten. Als je het allemaal goed wil volgen in een VIP-bus, af en toe stoppen om het goed te zien, iets drinken en iets eten en de aankomst in het VIP-dorp beleven. Luister goed. Zometeen, Kelly, ga jij de kasseien op en je beschrijft een renner uit het peloton. De luisteraar moet raden om wie het gaat. Wat moet je doen? SMS'en, ronde, spatie en het juiste antwoord naar 6050. Topprijs hoor, het is nu zondag. Ja, we hebben geen kasseien, maar we kunnen wel doen alsof. Je mag even naar onze trilplaat gaan, Kelly. Het is zo dat de trilplaat die ongeveer, ja, die zal klinken als een soort kasseistrook. En de andere drie, die mogen haar een beetje over en weer duwen, zodat het lijkt alsof ze echt op de kasseien rijdt. Jongens, radio, wat een medium. En de opdringerige fans spelen en zo, en wielrennertje. Goed opletten, ze gaan er zo meteen aan beginnen. En dan sms je door wie je denkt dat ze beschrijft. Ja! Deze wielrenner, die vooral heel graag met zijn broer fietst, traint. Werd al zijn broekje tweede in Gent-Wevelgem in 2010. Daarna ging hij naar een Amerikaanse broek, waar hij de grote trombonen in Gent klopten. En zo eerste klassieker won met de Omloop het Nieuwsblad. Oh, nu moet ik stoppen, want zeer slechte kasseien hier. Vorig jaar ging hij voor de Nederlanders en dan voor de... Allee. Van België rijden. Wacht, een renner komt er dicht. En hij won zo naar Parijs-Roubaix. Wie ben ik? Garm zegt smeerlapperij, die andere zus zit gewoon in haar poep te pietsen. Ja, echt in haar poep, hè? Heerlijk. Bo, wie was het? SMS ronde, spatie en het juiste antwoord even door naar 6050. En win dat VIP-arrangement in een bus en alles beter kunnen volgen dan Tom Bonen zelf. Zeker doen. Music.